We gaan even naar je woning. Dat is een noodgevalletje, denk ik. Dat is een noodgevalletje, ja. In Verborgen Gebreken helpen wij mensen die na de koop van hun woning in een regelrechte nachtmerrie terecht zijn gekomen. Bizar. Heel bizar. Hier kan je niets mee, dit is levensgevaarlijk. Samen met Vereniging Eigen Huis gaan we op zoek naar een oplossing. Edwin en zijn gezin kochten dit jaar een boerderij in Winterswijk. En ze wisten wel dat de woning niet in perfecte staat was. Maar er was veel meer mis dan gedacht. In juni van het jaar kocht Edwin Mutt samen met zijn gezin deze boerderij voor ruim 2 ton. Maar door de staat van het dak is het te gevaarlijk om in het huis te wonen. Het dak herstellen gaat hem 50.000 euro kosten. Het is nog eens een mooi rustig plekje, hè? Heerlijk rustig. Ja. Goedemiddag, Edwin. Hoi. Kom verder. Maar niet helemaal een woning zonder problemen, geloof ik. Nee, helaas niet. We gaan even naar je woning. Hierheen. Ja, hier wonen. Echt waar, joh? Ja. Dat is een noodgevalletje, denk ik. Dat is een noodgevalletje, ja. Edwin en zijn gezin konden niet wachten om in een droomhuis te gaan wonen. En dan is het enorm afzien wanneer je met z'n vieren maandenlang in zo'n kleine caravan moet verblijven. Het is wel een beetje vakantie vieren in eigen tuin. In eigen tuin, hè? Maar zo voelt het denk ik niet. Nee, zo voelt het totaal niet, nee. Dus, hoe is het zo ver gekomen? Wij zijn erachter gekomen dat het dak is zo'n slechte staat en gevaarlijk dat het dak eraf moet. Helemaal? Helemaal eraf. Er moet gewoon een nieuw dak komen? Er moet een volledig nieuw dak op. Echt waar? Maar dan zit je in 10.000 euro's of niet? Ja, dan zit je op een behoorlijke kostenplaatje. Ik praat verder met Edwin en intussen laat ik bouwkundig specialist John Kersenmakers de schade opnemen. Nou, wat we hier zien is een trekbalk. Hier zitten er nog 2. En op bepaalde plekken is die weggezaagd. Kijk, daar zien we eentje. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, hoe kan het nou dat je dat niet wist? Ja, ze konden niks zien, want alles was bekleed. Er waren wel wat plekjes waar je wat kon zien. Maar dat is, wat ik begrepen heb, door de oude bewoner niet toegankelijk gemaakt. Nee, maar had de oude bewoner wel gezegd van, nou, er is wel wat met dat dak? Nee, totaal niet. Niks? Nee. Het enige wat ze hebben gezegd, ja, het is niet meer van het beste qua onderhoud. En dat is ook te zien, dat ziet iedereen zelf uit zijn eigen ook wel. Ook de eerste doorzakking zie je al duidelijk. En ook hier zie je een aantal spanten die al doorgezakt zijn. En wat eigenlijk hier moet gebeuren is dat de constructeur moet gaan bekijken van hoe sterk is het op dit moment. En wat moet er gebeuren om het weer goed te krijgen. Want je ziet er overal breuken in de balken en balken die openstaan. En als je daar niks aan doet, ja, de draagkracht van die balken is nu nihil. Dus er moet wat gebeuren. Waar hoop je op? Wat denk je dat je nog voor elkaar kunt krijgen? Ik hoop toch wel dat ik met deze geborgen gebreken, dat ik toch wel een financiële tegemoetkoming ga krijgen. Want het is een behoorlijke uitgave die gedaan moet worden. Ik wil het wel zien eigenlijk. Ik zou zeggen, loop met me mee. Ja. Zo. Kom verder. Ja. Niet te geloven dit, zeg. Het is wat, hè? Toen we het kregen, toen zag het er zo niet uit. Dat was volledig rondom bekleed met plastic grootte. Dus het is helemaal opengehaald. Dit is helemaal opengehaald, ja, om te achterhalen wat er mee nou precies aan de hand is. Hier kan je niets mee, dit is levensgevaarlijk. Het staat op scheuren en breken. En niemand kan vertellen wanneer. En denk je dan, had ik dit huis maar nooit gekocht? Dus heel ver weg, maar je denkt wel aan de kosten natuurlijk. Je krijgt een gigantisch kostenplaatje daar. Ja. En dan heb je zoiets van, ja, heb ik je wel goed aangedaan. Ja. In ieder geval met de koop te doen of hadden we niet nog meer moeten onderhandelen. En wat verwijt je de verkopers? Achterhouden van informatie die je als koper zijnde wel hoort te weten. Wij gaan contact met ze opnemen. Ja. We gaan proberen ze te bereiken en we hopen ook met onze experts dat we jou kunnen helpen, zodat je een beetje in een warme winter tegemoet gaat. Dat zou heel fijn zijn. Oké. Sterkte. Hey, dankjewel, jongen. Edwin moet nu 50.000 euro extra ophoesten. Heeft de verkopende partij bewust informatie achtergehouden? Ik ga het uitzoeken. Goeiedag, u bent meneer. Ja. Wij zijn van het programma Verborgen Gebreken. En wij willen graag een probleem oplossen dat zich heeft voorgedaan
rondom een huis waar u heeft gewoond. Dus ik vroeg me af of ik u mag uitleggen wat er speelt en ja, of we even daar kort een gesprekje over kunnen voeren. Maar dan zonder camera. Nou, dan ga ik even naar binnen met meneer en dan kom ik zo vertellen hoe het is gegaan. Oké, ja. Dank u wel. Dat is al wel 30 jaar geleden. En een aannemer heeft dat voor mij gedaan. Oké. Okay. Dat is maar die is... die zal overleven. U was in de veronderstelling of dat er een andere constructie is gemaakt door die aannemer, waardoor het dak, zeg maar, op zijn plaats bleef. Ja, en ik heb nog het goede vertrouwen dat eeuwig houdt. Dat zakt niet in elkaar. 30 jaar geleden is een aannemer in het huis aan de slag gegaan en heeft die balken inderdaad doorgezaagd om een extra hobbykamertje te creëren. De verkopende partij die dacht dat er gewoon een goede andere constructie voor in de plaats was gekomen. Maar ja, dat is niet gebeurd en die aannemer is inmiddels al overleden. Het was echt een moeilijke zaak. We hebben ontzettend ons best gedaan bij veel experts van Vereniging Eigen Huis om ernaar te kijken. We hebben ook de verkopende partij benaderd en met hen gesproken. Zij hebben ons verteld dat ze, ik geloof 30 jaar geleden, dit hebben laten doen door een aannemer. Met de gedachte dat die aannemer dat goed zou doen. Die is inmiddels overleden. Dat maakt de zaak dan weer nog gecompliceerder. Dat is ook de reden dat we echt met een juridisch expert, met bouwkundigen, met iedereen ernaar hebben gekeken. Het is letterlijk ook een verborgen gebrek. Nou, dat is te kraakhelder, want je moest echt zoeken om het te vinden. Nou, het weghalen van die trekbalken, dat mag niet. Wat zij zeggen is dat zij dat door een aannemer hebben laten doen. Mm-hmm. Die is overleden. Dat maakt dat je bij die aannemer niks kunt verhalen. Wat in het voordeel spreekt van Edwin is dat hij een bouwkundig rapport heeft op laten stellen. Dat het inderdaad een verborgen gebrek was en dat die trekbalken niet zomaar verwijderd hadden mogen worden. Wat in het nadeel spreekt van Edwin is dat de zaak is verjaard en dat de aannemer is overleden. Wij zijn dit nog nagegaan en de aannemer is inderdaad overleden. Is het dan helemaal een kansloze zaak? Mm-hmm. Nee. Jullie kunnen de afweging maken om de rechtsbijstandverzekering, die hebben jullie, hè? Ja. Om die in te schakelen. Mm-hmm. Dan kun je er een zaak van maken. Nou ja, ik wil hem wel ingaan. Je wil hem wel ingaan? Ja. Ja. Want hou je dan ook rekening met dat het verschillende... Het kan allebei de kant op gaan. Ja. Ik hoop eigenlijk dat wij jullie wel toch een beetje hebben kunnen helpen. Jawel. Door het gewoon goed uit te zoeken. En ik hoop dat jullie hier gewoon ontzettend veel woonplezier gaan krijgen. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Dat sowieso. Dus, en ja, dat is een zaak. Ja, we zullen zien hoe het verder gaat lopen. Trots laat Edwin mij nog even de nieuwe dakconstructie zien. Nou, dit is wel een steviger dak, denk ik. Ja, dus je kan het zien. De vloer hebben ze netjes helemaal verstevigd voor de trekkracht van het dak. Ja. En ook het dak, alles zijn flinke stevige balken. Ja, dus, wauw. Dat is wel een verschil met hoe het was. En nu heb je de garantie van onder dit dak kun je veilig wonen. Ja, maar kun je heel erg veilig onder wonen en voorlopig heel lang. Ik denk dat je niet kan wachten om met het gezin gewoon in dit huis te gaan wonen. Gauw erin, want het wordt toch wel een beetje koud door 's nachts. Ja, ik zie wel een grote glimlach op je gezicht. Ja. Dat is positief. We gaan de goede kant op. Inmiddels is de verbouwing van de boerderij in volle gang. Heeft u nou last van een verborgen gebrek in uw woning? Laat het ons dan weten via verborgengebreken@telegraaf.nl. En misschien komen we u helpen.